vroeg opstaan, op tijd erin gaan, zodat er nog niet zoveel andere mensen zijn. En dan zie je vaak ook wel ander gedrag bij de dieren of bij de vogels, dat ze toch net wat dichterbij komen. Voornamelijk natuurfotografie, denk ik. En dan landschappen, dieren, vogels. Ik maak eigenlijk de meeste foto's echt direct de omgeving. Dus dat vind ik ook fijn dat ik dan op een gegeven moment weet waar ik moet zijn en waar ik het beste heen kan gaan. Als ik even een tijd over heb, ik denk van daar wil ik een foto van hebben. En dan kom je daar vaker ook terug en dan op een gegeven moment herken je ook dingen. Dus dat is wel fijn. Een aantal jaar terug, toen ben ik begonnen met fotograferen en ik liep veel rond. Ik maakte eerst veel landschappen, maar op een gegeven moment toen zag je natuurlijk ook wat anders. En je ziet ook bij andere fotografen dat ze ook bijvoorbeeld meer dieren fotograferen of dingen in het landschap. En dat sprak mij ook wel aan. Het is een torenvalk en die zitten hier vlakbij op de Deldene S. Daar is een stuk land ingericht voor meer natuurinclusievere landbouw. En dat scheelt denk ik ook een hoop voor de torenvalk. Want die heeft zijn leefomgeving daar natuurlijk ook wat beter voor gekregen. Ik zie hem daar steeds vaker, ja. Ja. Nou, mijn dag ziet er voornamelijk vroeg uit, zeg maar. Vroeg opstaan, op tijd erin gaan, zodat er nog niet zoveel andere mensen zijn. En dan zie je vaak ook wel ander gedrag bij de dieren of bij de vogels, dat ze toch net wat dichterbij komen of ja, op die manier. Nou, deze was niet zo heel vroeg, moet ik eerlijk zeggen, want het was met sneeuw en het was 's morgens nog aan het sneeuwen en de sneeuwde nog wat langer door. Dus ik was die morgen niet zo heel vroeg opgestaan, maar op een gegeven moment toen brak de zon er ook wat meer door en toen ben ik toch wat meer foto's gaan maken op die plek. En daar kwam deze ook uit. Ik fotografeer met een Canon EOS R7. In het verleden met een RP. Maar ik ben overgegaan op de R7 omdat de snelheid van de camera veel beter is. En de crop factor waarbij je toch wat dichterbij bij de dieren komt. In het begin begonnen met een 75-300 en daar kon je ook prachtige foto's mee maken. Heb ik later een tussenring tussen gekocht van 1.4, ook helemaal niet duur. Dus daar heb ik eerst eens een beetje mee geoefend om te kijken of die dieren ook wat was voor mij. Daar heb ik ook best wat foto's mee gemaakt, kun je ook zien op Zoom. En later ben ik overgegaan op een EF 150-600, daar moest ook de tussenring tussen. Maar die van Sigma die is natuurlijk stukken malen of vele malen beter, ook qua bereik. Dus dat scheelt ook wel. Ik doe hem in een tas en daar kan ik eigenlijk heel compact mijn lens in meenemen en mijn camera. Dus dat gaat best prima. En als ik rondwandel heb ik hem eigenlijk altijd gewoon in mijn handen. Nou, dit is mijn cameratas. Hier heb ik mijn camera en lens in zitten. Ik heb voornamelijk de 150-600 op mijn camera zitten, zoals je hier ook al kan zien. De EOS RP, of later de R7 geworden, zoals je nu ziet. En deze gebruik ik eigenlijk het meest. Ik heb dan hier een 1850 lens nog, die gebruik ik voor de landschappen. Ik heb ook nog een 50 mm, maar die heb ik hier nog even niet in zitten. Dan heb ik de teleconverter die ik vaak tussen de lens hou als ik de dieren net wat op een verdere afstand zitten. Dus dat is 1.4, nog niet dusdanig ver dat je ook de diafragma heel hoog hebt. Dus dat scheelt natuurlijk licht, maar het is natuurlijk wel fijn als je af en toe eens een keer wat meer bereik hebt. Zoals bij deze, de Canon. Dan de lens die ik in het begin gebruikte, de 75-300. Het is niet een dure lens, ook een vrij oude lens. Maar toch kun je er nog best redelijke plaatjes mee maken. Ja, een regenhoes die gebruik ik eigenlijk vaak voor de
voor de tas. Maar als het een keer heel hard regent en ik heb de camera op statief staan of dat soort dingen, dan hang ik hem ook nog eens over mijn camera in, zodat die ook niet helemaal nat wordt, zeg maar. Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Zoom Academy Pro. Wat heb jij nodig om de volgende stap te zetten als fotograaf? De een die wil camera-instellingen leren, de ander die is bezig met Lightroom en Photoshop. Weer andere mensen willen gewoon weten waar je moet zijn in Nederland om de mooiste foto's te maken. Je hebt geen nieuwe dure camera nodig, je hebt de juiste kennis nodig. En die hebben we verzameld in Zoom Academy Pro. Probeer het nu 7 dagen gratis. Heb jij nog veel bewerkt aan deze foto? Wel een beetje, ja, maar ook niet overdreven. Een beetje opgelicht in donkere delen. En een beetje een ruisreductie uitgevoerd via Lightroom. Want je schiet toch al gauw op hoge ISO's als je een hogere sluitertijd gebruikt. Je komt terug thuis. Dan zet je je foto's als RAW bestanden op je computer. Ja. En dan open je het in Lightroom. Ja, dan maak ik eerst een uitsnede. Zoals je ziet is dit dan een flinke grote foto eigenlijk. Maar daar snij ik toch een behoorlijk deel uit. Ik heb ook wel eens dat ik zeg van ik doe hem horizontaal. Dan is die zo. Of net wat ruimer kun je hem dan nemen. Maar ik heb voor deze juist voor verticaal gekozen. En hoe heb je die keuze gemaakt? Speel je dan eerst een beetje met verschillende uitsneden? Of heb je dat ja, dat doe ik dan vaak wel een beetje. Maar als je, zoals je ziet bij deze foto, er is nog een klein beetje sneeuw aanwezig wat achter de vleugels vandaan komt. En dan vond ik het wel mooi om dat er nog net een beetje bij op te hebben. Dus dat heb ik, daar heb ik ook een beetje voor gekozen. Dit is eigenlijk het ruwe bestand. Oh ja. Zoals je het ziet. Waarschijnlijk heeft hier wel de ruisreductie al plaatsgevonden. Maar dit is het, eigenlijk het ruwe bestand, ja. En nu terug naar het uiteindelijke bestand? Het uiteindelijke bestand is dit, dus. Ligt best dicht bij elkaar. Ja, eigenlijk wel. Het is wat helderder en wat lichter, ja. Nou, ik heb wel alle schuiven iets gedaan, zeg maar, zoals je hier ziet. Ik heb het contrast wel wat verhoogd, maar dat heb ik ook gedaan omdat ik de schaduw wat heb opgelicht. Waardoor er moet wel een beetje een balans blijven bestaan. En dan heb ik hier ietsjes over algehele belichting gedaan. Ik heb de algehele belichting ook heel ietsjes opgehelderd. Ik heb ook een masker toegepast, alleen op de vogel en op de achtergrond. Dat is bij de vogel ook dat die wat lichter is gemaakt. Zodat de vogel er wat meer uitspat. En de hooglicht en de schaduwen heb ik allebei uit elkaar gehaald. Zodat er meer details in de vogel komen. Speel je nog met de scherpte? De scherpte doe ik vaak wel iets mee. Maar die heb ik vaak niet op het extreme staan. Want je zegt ook dat je een ruisreductie aanzet. Ja. Omdat je zo ingezoomd zit eigenlijk, is het haast onvermijdelijk om de foto zonder ruis te schieten. Ja. Kan je dit kort uitleggen? Hoe het komt dat er ruis in het beeld zit? Nou, als je op hogere ISO-waarden schiet, dan heb je toch vaak dat er wat ruis ontstaat. En dat kun je met ruisreductie vaak wel iets minder maken. En hoe doe je dat? Dat doe je in Lightroom gewoon onder het kopje ruisreductie als je het op de laptop hebt staan. Je kunt hem vaker iets minder heftig zetten of iets heftiger. Maar ik zet hem vaak een beetje op het midden, zeg maar, net iets onder het midden. Dus op 40 of zo. Nou ja, als de ruis eruit is en je hebt gespeeld met de lichten, doe je dan nog iets met de kleuren? Ja, vaak doe ik bij deze foto vond ik hem vrij. Hoe zeg je dat? Vrij warm. Hij was in het begin vrij warm, vond ik zelf. Nou is hij nog steeds wel vrij warm, maar de vogel en het algehele beeld heb ik toch wel wat cooler proberen te maken. Als je de foto hier hebt uitgesneden, dan schrijf je hem gewoon weg. Het is niet dat je nog in Photoshop verder gaat. Nee, eigenlijk nooit, nee. Kom je het wel eens tegen dat je dan op een foto iets in je kader hebt zitten wat je weg wil hebben, wat je dan zou retoucheren? Of
Ja, dat gebeurt af en toe een keer als er een heel storende, een hekje of zoiets in beeld zit, dat je toch net dat paaltje eruit haalt of dat soort dingen. Maar vaak niet. Vaak laat ik toch wel de meeste dingen gewoon zoals het is.